Welkom terug bij MLB The Show 14 en zo, Road to the Show, Jumpettable hier. En we gaan verder met mijn carrière. Eindelijk! Oh, hier heb ik lang op gewacht. Triple A, dank je. Oeh, onverwacht, onverwacht. Nou, eigenlijk ook weer niet. Oké. Interessant. Ja, laten we maar gaan spelen. Holy shit, die mensen zijn wel een stuk beter. Maar ik ga waarschijnlijk ook wel meer punten krijgen. Omdat ik hoger niveau speel. Oh, ik ben hier blij mee. Ik ben hier blij mee. Me likey. Eindelijk een niveau omhoog. Het kan best wel pijnlijk gaan worden in het begin. Ik weet niet eens welk team ik ben, maar ik kan wel zo achter. Wat een lange laadtijden. Maar goed begin van deze aflevering. Het is wel heel abrupt trouwens. Van Oké. Je bent nu opgeroepen voor Triple A. Je eerste wedstrijd is dan en dan. Oké. In die tussentijd moet ik verhuizen en zo. Die para gewoon ineens. Nou ja, op zich weet je dat het er een keer aan zit te komen. Hopelijk kunnen we ook wat slaan. In deze Triple A League. Ben er wel heel blij mee. Oh! Bijna! Het zou toch wat zijn als ik meteen een homer ga slaan vandaag. Een homer. Spelen we thuis? Want ik ben wel fan van dit stadion. We zijn Nashville. Oké, Nashville, dat is een grote stad. Tegen wie spelen we? Tegen RR. Dat is ook een grote stad. Geen idee. Oké, mijn eerste fielding. Kom maar. Dat lijkt me een achievement waard. Nee, ik krijg gewoon nog steeds net zoveel punten. Dat is jammer. De Nashville Sounds. Natuurlijk. Was dat Nashville? Oh, ze gooien een stuk harder. Oké. We can handle it. Gewoon even winnen. En niet alles. Ze gooien niet eens harder volgens mij, maar het voelt wel harder. Ze gooien beter. Maar Nashville staat volgens mij wel bekend om de muziek. Dus daarom zullen we de sounds. Kom op. Kom op. Daarom heten we de sounds. Volgens mij Nashville, waar ligt dat? Een beetje. Oh nee. Dat zag niemand. Oké. Ja. We moeten gewoon even wennen aan het niveau. Wat een hoge bal allemaal. Ben ik niet gewend. Maar ik vang ze wel. En...
Mooi omhoog. Nou, het is geen slechte swing. Krijgt waarschijnlijk 6 punten voor. Ja. Het was niet slecht. Het kan beter, maar. Lined into left center, and they're gonna grab the lead here as this is down for extra bases, and that'll bring home the runner from third. Okay, and in één keer naar de MLB. Wat is dit nou weer? Dat zat er niet in, maar tussenstopje in Nashville, prima. Ryan Blackley will come forward now. He has flied out and singled so far. En niet vergeten, ik heb natuurlijk wel gewoon een titel. Oké, okay. Naast mijn eerste triple A error. Super. Fantastisch. Oh, ik krijg geen minpunten. Oh, oké. Okay. Wat aardig. Omdat het mijn eerste wedstrijd is ofzo. Daar kan ik niet bij. Daar kan ik niet bij. Oh, ik heb hem. Hoe heb ik dat ooit gedaan? Ja, bad throw decision. Ik wist niet eens dat ik hem had gevangen. Jamie Petit will stand in now. He struck out and flied out 0 for 2 thus far. Oh, dat is een goeie. Dat is een goeie. Oh, die komt wel heel dichtbij. It looked like this might be much more off the bat, but this ballpark has really played large tonight, and you know, we've seen a few balls right now really staan 3-2 achter. Nee, niet weer. Waarom gebeurt dit de laatste tijd zo vaak? Oké, geen hits in mijn eerste AAA wedstrijd, maar wel veel ervaring opgedaan. 33 punten, dat is niet heel veel. Maar mijn fielding was redelijk, alleen die ene bal. Maar dan krijg ik geen minpunten voor, dus ik ben tevreden. En first AA, triple A, at bat krijg ik ook nog 25 puntjes hoor. Hartstikke fijn. All-Star Game. Ja, oké, daar ga ik niet aan meedoen. Op zich. Ik speel wel een beetje tegen gelijkwaardige mensen. Allemaal rond de 65, zoiets. Sommigen zelfs nog in de 50. Qua rating. Nou, vandaag dan mijn eerste slag. Oh, het is een trein, het logo van de RR. Ik weet niet wie het is. Kom op. Oh, die loading screens. We spelen nu uit tegen ze. Oké. Niet afgeleid worden door dat groot gebouw. Maar wees eerlijk, in de vorige wedstrijd kwam ik toch 2 keer behoorlijk dicht bij een homerun, hoor. Dit is er misschien wel in. Iets te hoog, denk ik. Ja. Maar ik denk dat ik voor de MLB moet ik minstens een overall hebben van iets van 75 of zo. En ik heb nu een overall van 64, dus. En ik weet niet waar ik begon. 50? Iets hoger, 52, 53. Dus het gaat nog wel even duren. Maar ik ben al lang blij dat ik een stap omhoog heb kunnen maken.
En ik hoop dat we vandaag wat punten krijgen voor mijn eerste hit. Oh, het is. Oh nee, het is een ander team. Oké, Oklahoma City. Base is loaded, geen druk. Jongens, mijn eerste punt. Oh, single. Ha. Krijgt hem zo slecht dat ik hem goed draagde. En een RBI. Holy shit. 2 RBI. 28 punten. I like it. Oké, dat is net zoveel punten bijna als dat ik in de hele vorige wedstrijd heb gehaald. En dat was een goede actie toch? Waarom krijg je daar geen pluspunten voor? Ik wil pluspunten. And here's his fastball for a called strike one, and he's hitting an even 90 on the gun. Swing and a ball. Yep, but they foul ball. Goed gedaan. We staan een wat? Oké, ik ben gewoon dus. Ik dacht dat ze van afkorting veranderd waren of zo. Maar nee, het gaat allemaal nog goed. Het gewoon een beetje allemaal over me heen, hè. Oh, nee. Dat willen we niet. Zo willen we niet uitgaan in de Triple A. Je moet altijd uitgaan met stijl. Bijvoorbeeld door een vuurpijl te slaan en dan dat hij gevangen wordt door de catcher. Dat is in stijl. En uit. Oh, hij laat hem vallen. Oh, dat was. Oh, ik had terug kunnen rennen. Maar ja. Ik kreeg nog wel 7 punten. Tweede kans. 2 uit. Pop. Jammer. Home run? Home run? Oh, ze komen terug. Het staat 4-2. En... Fielder gaat redelijk de laatste tijd. En ik vind het slaan ook nog niet heel slecht gaan. Oh. ik zei niks toch? Zei ik wat? Nee. Ik moet wel minder slaan. Oh, Homan! Oh, so close. Oof. A little bit late here on the fastball, and this thing's almost oof. Het scheelde echt weinig hoor. Nou ja, het scheelde nog wel wat, maar in mijn beleving scheelde het heel weinig. Ik raakte hem pretty damn good. We pakken alles. Nog even en we worden play of the game in onze tweede wedstrijd. Als we die home run hadden geslagen, wel ja. En rennen. We pakken echt alles. Het is niet meer gezond. Alfonso Garcia will stand in for the fourth time now, still looking for his first hit of the ball game. And he's not the only one either. This has been a great pitching performance so far. They've had these guys chasing the field home. And we'll have to leave it there. Jongen. Ik vind het echt geweldig. Ze slaan veel hardere ballen. Dat maakt het veel interessanter.
Van die zachte kutballetjes waar je dan een half uur op staat te wachten en dan mis je hem. Kom op, kom op. Dat kan je halen. Ah. Eén hit. Oh wow. Ze staan gelijk. Ineens. Kom op met die home run. Tiende inning. Nee hoor. Maar geen double play. Nee. Ik was toch wel op tijd. Nee, serieus. Wat? Ik was gewoon niet op tijd. Here's a swing and a ball hit into the air to left center and shallow. And no one can corral that one. Base hit. Game is still on, man. Oh, nu niet meer. Verloren! And fellas, goed zo. We stonden 4-0 voor of zo. 6-5 verloren. Goed bezig. Eén hit. Mijn eerste slag. Maar oh, zo dichtbij bij een home run. Die F9. Het scheelt zo weinig. Ik moet wel echt mijn speed gaan upgraden. 116 punten. I like. I like it. Eigenlijk heb ik het heel slecht gedaan. 1 uit 9 heb ik geslagen. Maar wel 3 keer gewoon dicht bij een home run. Van 1 keer heel, echt heel dichtbij. Kijk. Is het een home run? Ja. Ik vind dit een leuk stadion. Volgens mij is het niet een groot stadion. Ik kan het net niet lezen. Wat hoe ver het verste punt is. 390 of zo stond het. Jamie Petit. 393. Speed. Goed zo, goede missen. Ja, dat is om in te komen. Het is normaal, dat is routine. En leg hem. Het gaat hem niet worden. Krijgen we wel weer 6 punten. Oh, 11 zelfs. Good at bat. Tweede poging, tweede poging. Ah, kom op. Ik haat ze zo. Dat gaat wel lekker snel zo, deze wedstrijd. Super speed. En hier hebben we. We gaan ervoor. Ah, we kunnen er net niet bij. Maakt hij nou een koprol? Wat ben je aan het doen? Hij maakt een koprol volgens mij. Niet mijn fout. We staan wel 2-0 voor. Kom op, doe iets leuks.
Volgens mij heeft die pitcher ook zoiets. Ja, die gast kan er geen hele moer van. Oh! Nah. Hij heeft hem niet. Single. Ja hoor. Ja hoor. 17 punten. Caleb Gindel will stand in with a run in, one out and one on here in the inning. First offering to him stays upstairs. It's a ball and no strike. Got to be careful here with a run in already. You don't want to let one get away from you and lose the possibility of a double play. Comes in with the changeup and it's 2-0. You get the sense he's starting to nibble a bit at the corners here, and that's something he wasn't doing earlier. Yeah, and he sort of backed off the throttle a little bit too. I'm wondering if that home run ball might have changed his approach just a little bit. Here's the 2-1 pitch. And a swing and a bouncing ball back up the middle. Nee, doe het niet. Doe het niet. Throw in time. Waarom? Waarom ren je terug? Waarom mag ik niet zelf beslissen wat mijn poppetje doet? Stand in for the fourth time now, still looking for his first hit of the ball game. And he's not the only one either. Maar nou, als ik niks ingedrukt hou. Ik druk gewoon de joystick omhoog, zeg maar. Maar nou, als ik niks... Blijft hij dan stilstaan? Gaan we winnen? Misschien. En? In de gap? Ah! Oh, wat zijn ze aan het doen? Oh wel, 4 punten. Jamie Petit will dig in. He lined out hard in his last time around. First pitch coming. There's a good fastball on. Ja, eerst moet je altijd even laten gaan. Hè. Now a ball hit high in the air out to center. And the catch is made there. Two gone here in the ninth. 1 uit 5 vandaag. Alfonso Garcia. Oh, we mogen nog je fielden. We gaan wel dik winnen. Dat doet me deugd. En... Well, you always hope to get a good goeie overwinning. 54 punten. 1 hit. Zolang we elke wedstrijd maar een bal slaan, dan ben ik voor nu tevreden. Ik bedoel, mijn doel voor de hoe heet het, triple A is 275 of zo. In eerste instantie, zeg maar. Dit seizoen nog. Ik heb nu in de triple A nou iets van 100, 150 of zo. Maar oké, dat is na de eerste 3 wedstrijden. We gaan vast ook wedstrijden ineens 2 keer slaan. We doen het niet heel slecht. 53-47. Minor League Baseball. Maar ik ben al pas 18, hè. Misschien, want wat ik ook veel YouTubers zie doen, is dat ze kiezen om naar college te gaan of zo, university, en dan krijg je punten om je in die tussentijd, zeg maar, dan ben je ineens 3 jaar verder en dan heb je heel veel punten gekregen. En dan kan je daarmee al een beetje je spelen vanaf het begin opbouwen.
Daar heb ik niet voor gekozen. We gaan voor de lange weg. His first shot at it here, and he's got to be hoping to turn things around because you see the numbers over the last five minutes. Not much going on there at all. In the air to straightaway center. Dit is een mooie. Petit is there to put it away, and the runner will be forced to retreat back to first. Goed gedaan. Jay Park. Get his first cuts here with two gone now and a runner at first. Ready on 2-1. Center field. Petit is under it and he's echt alles in de AAA. Jamie Petit. Ja, average 143. Ik zei dus 150. Ach ja. Maar oké, dat moeten we verdubbelen. Maar. Moet eerst even inkomen. Beetje wennen aan de nieuwe stadion. Aan de nieuwe tenues. Aan de nieuwe worpen. Ach, oké. Okay. Oh, bal? Waar was een bal? Oh, perfect. Oh, dat is een dubbel. Oh, en dan is de bal. Is het een triple? Is het een triple in de triple A? Het is een triple in de triple A. Oh my god. My god. Daar gaan we al. Hit hard toward the right side, but this is gloved over there at first as he was spot at the right time. One away. The throw to third is going to be in time, and it's a double play. Double play. Max Stassi will stand in for the krijgen geen minpunten voor, dus dat scheelt. He's been hitting the ball well these past six ball games. Now a ball Dally okay, hello. Make the catch to retire. Jamie Petit will stand in now to get us going here in the fourth. Ja, vorige wedstrijd raakte ik ook alleen maar de eerste slag. Of de eerste at base. Dit is echt dramatisch. Very dramatiek. Oh. Jongen, jongen. Ze vangen die ballen echt op de raarste manier hier. Het was wel een goede slag. Vierkantje. En pak hem. Ik weet niet wat het is in de triple A, maar... Jamie Petit will get things started here in the top of inning number 6. Geef me een goede bal. Give me something. Single. Kijk, twee hits in een wedstrijd. Oh, ik voel me hier goed. Dit gaat beter dan verwacht. Gewoon een triple in mijn, wat is het? Derde wedstrijd? Vierde wedstrijd dus. Vierde wedstrijd. Volgens mij had ik over het hele seizoen in de double A. Oh mijn god. Oh, oké, ik was in. Volgens mij mijn hele double A. Eerste seizoen. Twee triples. En double play. Ja, daar kan ik niks aan doen. Het spijt me. McCord will stand in and he, like so many others, hitless in the ball game so far. On a big swing as he takes this one to the opposite field, high and deep to left. Oh, home run. And now that'll hop over the wall,
so he'll be at second here with two away on a die was lullig. Bop. En dan kom ik aanrennen. Maar daar kan ik nooit bij. Echt nooit. Oh ja, daarvoor wil ik mijn speed natuurlijk ook wel upgraden. Voor in het veld. Heb nog niet eens over nagedacht. Ik dacht alleen maar aan base runnen. Come on, man. Give me those good balls. Zo ongeveer. Lag niet aan jou, lag meer aan mij. Dat was echt de mooiste single ooit. Prachtig. Gewoon 3 hits. Tenminste, als hij telt als een hit. Ben benieuwd. Er is wel iemand bij uitgegaan. Come on, man. And this is fouled straight back. A runner on first with two away. Here's the 2-1 pitch. And a fastball is lifted the other way out to left. McCord is under it and he makes the catch for out number 3. Arthur Hargrove was standing. Nou, deze nog even vangen. Dan kunnen we de spullen inpakken. Juist. Ik weet niet wat er met het fielder gebeurt, dus ik heb het niet geüpgraded de afgelopen tijd. Ik ben nu meer mijn slag aan het upgraden. Oh. Goeie wedstrijd. 91 punten. 3 hits. Tenminste, FC. Ik vraag me af of dat telt als een hit. Denk het niet. Maar ja. Het antwoord is 500. Oké. Okay. Het zal wel. Rare regels. Oh, we hebben ongelooflijk veel punten. MLB starter. Oké. Okay. Nou, ik ga hier even naar kijken als ik het trainingpunt heb. 45 gaan we hiervan maken en dan gaan we hier wat moois mee doen. Ja, dit ziet er wel goed uit zo. Mijn average 222. Het zal weten, mijn fielding tot nu toe gewoon 100. Wacht even. Ik wil hier kijken. Dit vind ik wel grappig. Oké, mijn average is wat lager. Het valt te verwachten. Hier, third base. What the hell? 2 RBI al. Dat is best goed. What's my slug? Oké. Okay. Mm-hmm. Mijn fielding gewoon 100%.
Nou ja. Ja. Voor nu bedankt voor het kijken. Het is weer afgelopen voor vandaag. We hebben één wedstrijd extra gespeeld door de transfer. Nou ja, transfer. Het opstapje dat we hebben gedaan van de double E naar de triple E. Namelijk van de Huntsville Stars naar de Nashville, hoe heet ze, Sounds. We hebben nog één wedstrijd tegen Oklahoma. Die gaan we simuleren. En dan gaan we spelen tegen... Wat frustrerend, omdat ik nooit kan zien tegen wie we gaan spelen. Nee. CSP. De... Iets met socks is het. En ja, nu ga ik erachter komen ook. Nee. 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 Clippers. Ik heb... Oh, Sky Sox, daar. Tegen de Sky Sox. Geen idee waar ze vandaan komen, maar dat komen we daar dan wel achter. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.